Nou, een hele goede morgen. Ik wil met jullie deze morgen een gedeelte lezen, heel bekend, denk ik, bij iedereen, uit Lucas 18. En dat gaat over de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En hier is de Heer Jezus aan het woord. En er staat, hij sprak, dus dat is de Heer Jezus, ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De fariseer stond en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 1/10 van al mijn inkomsten. De tollenaar stond van verre en wilde zelf zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zeide, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, dat is de Heer Jezus, deze keerde in tegenstelling met de ander gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nou, dat is natuurlijk een prachtige gelijkenis, maar een gelijkenis die op waarheid berust. Iets wat de Heer Jezus observeert en iets wat ook werkelijk plaatsvindt. Het gaat over 2 mensen en ze zijn allebei godsdienstig. Want een fariseer gaat niet naar de tempel als hij niet gelooft. Hij is godsdienstig. De tollenaar is ook godsdienstig, anders ga je ook niet naar een tempel om te bidden. Maar er is wel een heel groot verschil tussen die twee. Die fariseer die weet wat hij doen moet. En dat is gewoon heel duidelijk. Hij bidt, hij is rechtvaardig, hij rooft niet, hij vast en hij geeft 1/10. Prachtig werk wat hij allemaal doet. En zo staat hij daar. Overtuigd dat hij goed doet. Maar er is hoogmoed. Want hij vergelijkt zijn status met die van anderen. De ander, de tollenaar, die weet ook wat hij doen moet. Maar die weet tegenover wie die staat. En dat is wel een heel groot verschil. Deze tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Er staat niet dat hij zijn ogen niet kon opheffen naar de hemel, maar hij wilde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Waarom? Omdat hij al in de nabijheid van Gods heerlijkheid in de tempel zijn eigen zag wie hij was, in het licht van God. En hij zegt met de woorden, hij zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Dat is geen hoogmoed, maar dat is weemoed. Dat is zien wie je werkelijk bent. Nou, als ik nou aan iedereen zou vragen, en ook degene die dit later kijken, op wie zou jij dan willen lijken? Op de fariseer? Of zou je de tollenaar willen zijn? Wie zou je willen zijn? Nou, als je zou zeggen, ja, natuurlijk de tollenaar. Ik wil niet zijn zoals die fariseer. Nou, op het moment dat je dat zegt, dan zeg je precies hetzelfde wat die fariseer over de tollenaar zegt. Dan zeg jij, gelukkig ben ik niet als die fariseer. Gelukkig ben ik als die tollenaar. En dan ben je, voordat we het in de gaten hebben, zijn we hetzelfde. En wat mij eigenlijk hier naar boven kwam, dat ik mij niet moet vergelijken, ben ik een fariseer of ben ik een tollenaar? Hoe is mijn relatie tegenover de Heer? Hoe sta ik tegenover Hem? Want als we eerlijk zijn, nou laat ik naar mijn eigen kijken, als ik eerlijk ben, ben ik allebei. Als ik mijn gebeden naar de Heer, als ik die toetst, hoe vaak zijn mijn gebeden een riedeltje van gewoonheid? Hoe vaak zijn de gebeden oprecht, maar er zit eigenlijk geen diepe emotie achter? En waar zijn de gebeden dat ik als het ware ook op mijn borst sla? Dat ik zo geraakt ben in mijn hart, dat ik zo bewust ben waar ik mee bezig ben. Dat ik zo bewust ben van de
pijn die ik misschien anderen heb aangedaan door woorden of door gedrag. Wanneer ik me op de borst geslagen dat ik meer tijd voor mezelf had dan voor God. Hoe vaak heb ik me op de borst geslagen dat ik zo onder de indruk ben geworden van Gods genade. Want dat is de kern van de boodschap. Dat is wat je hier ziet, dat die tollenaar zegt, ik durf niet eens naar de hemel op te kijken. En nou weet ik wel dat de Bijbel ons leert dat in de Heer Jezus je vergeven bent, je verzoend bent, je verlost bent en met volle vrijmoedigheid die tempel binnen mag gaan. Maar als je dan die tempel binnengaat, hebben we dan nog wel eens van, Heere, wees mij genadig. Worstelen we nog wel eens met onze eigen identiteit, met onze oude natuur en slaan we onszelf nog wel eens op de borst van Heere. Als ik mezelf zo zie, wat bent u dan goed? Wat bent u dan genadig? En weet je, door de hele Bijbel heen vind je die mensen. Je vindt mensen die zo schrikken als het ware van wat er plaatsvindt. He, Samuel, als God verworpen wordt, dan scheurt hij zijn kleren. Jozua, als hij ontdekt dat er een zonde is, he, als Achan buit heeft genomen en dat niet mocht en Israël verliest een strijd. Jozua die scheurt zijn kleren, slaat zich op de borst. We zien het bij David, we zien het bij Hiskia, we zien het bij Josia, we zien het bij Ezra. We zien personen die wandelden met God. Maar ze hadden van die momenten dat ze vergebroken waren en wisten we zondigen tegenover God. En ik heb nog wel eens, ja oké, iedereen doet wel verkeerd. Ja, ik ben ook maar een mens. En wat doe ik dan? Een farizeeëngedrag. Ik ben ook maar een mens. Zie je je eigen fouten niet? Nee, zie ik mezelf net als die tollenaar wie ik ben in het licht van God. Ja, vergeven, volkomen gereinigd, gerechtvaardigd en ik heb vrede met God. En toch die oude natuur die soms zo kan opspelen, hè? En is het dan, Heere, wee mij, wees mij genadig. Ik wil groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Ik wil op hem lijken. Ik wil zo zijn als hem. Weet je, Petrus was ook zo'n figuur. Hij hield van de Heer Jezus en hij deed zijn best in alles. En als je dan leest, als hij de Heer Jezus verloochent, en alleen het Lucas-evangelie vertelt dat, dan draaide de Heer Jezus zich om en keek hem aan. Hij keek hem aan. Ik denk dat dat een van de diepe punten in Petrus' leven is geweest, dat de Heer Jezus hem aankeek. En dan staat er, hij ging heen en huilde bitter. Huilde bitter. Waarom? Niet zozeer alleen omdat hij verloochend had, maar dat hij oog in oog stond met wie hij verloochend had. Dat was de doorsnee. En dan denk ik, als ik dit dan lees, dan moet ik voorkomen, Heere, ik wil niet zo zijn als die farizeeër. Want op dat moment ben ik een farizeeër die zegt, ik wil niet op hem lijken. Maar aan de andere kant heb ik wel, Heere, leer mij van die tollenaar. Leer mij te zien wie u bent. Leer mij te zien dat ik door genade ben behouden. En door het geloof niet uitwerken. Dat is wat Efeze 2 vers 8 en 9 zegt. Dat we door genade zijn behouden en niet uitwerken, opdat niemand roemen. En hier zien we één persoon roemen en de andere die zien we op de borst slaan. En het heeft bij mij een stukje zelfonderzoek gebracht. Van welke waarde hecht ik aan mijn gebeden? Hoe oprecht ben ik in mijn gebeden? Besef ik tot wie ik bid, tot wie ik spreek? Ja, en dan wel vanuit het gereinigd zijn, vanuit het verlost zijn. Dat laat ik me niet meer ontnemen. Daar kan de Satan niet meer aan komen. Ik sta vrij voor God. Ik heb vrijmoedigheid. Maar de bewustwording van wie hij is en wie ik door genade ben. En dan biddend, Heere, maak dat in mij los. Laat in mijn gebeden oprecht zijn. En laat mij wanneer dat nodig is maar op de borst slaan. En tegen mezelf zeggen, hoe kon ik zo stom zijn? Zo had ik niet moeten reageren.
Hoe heb ik dit kunnen laten geschieden? En dan niet kijken en het Genesis-principe gebruiken. Ja, maar zij. Ja, maar hij. Nee, ja, maar ik. Heere, wees mij genadig. En laat dit een bemoediging voor ons allemaal zijn. Ja, je zou haast zeggen een bemoediging. Ja, ja, een bemoediging. Naar een stukje zelfonderzoek. Hoe is jouw relatie met de Heere? Hoe oprecht is ons hart tegenover hem? Hoe zien wij onszelf in het licht van zijn heerlijkheid? Wie zijn we werkelijk? We zijn allebei. We zijn een mix van een tollenaar, van een farizeeër en een tollenaar. Maar gaan we niet vergelijken, maar kijken naar je eigen relatie met de Heere. En dan komen die momenten dat je ook zegt, o Heere, wees mij genadig. Vergeef mij mijn zonde. Heere, het is vergeven. Maar Johannes zegt in zijn brief dat als wij zondigen, dan hebben wij een voorspraak bij de Heere. Maar dan moeten we onze zonde wel belijden. En wij belijden onze zonde niet om gered te worden. Wij belijden onze zonde omdat we gered zijn. En we willen de relatie met God openhouden. Het is net als in een huwelijk. Je vraagt niet vergeving om opnieuw getrouwd te zijn. Maar je vraagt vergeving omdat je van elkaar houdt en getrouwd bent. Dat is heel wat anders. En zo is het ook met het christenleven. Twee mannen die bidden. Maar laten wij naar onszelf kijken. Hoe is onze relatie met God? Mag de Heer je zegenen in die zoektocht. En dat je oprecht hart tegen hem komt te staan. In Jezus' naam. Amen.